komen voor SWR Lospunters Sam Burkent. Voor BMX Apeldoorn hebben we Loris Rekker en Rocco Rooijen. Voor SWR Lospunters hebben we drie man sterk nog meer. Lars Jans van Vloorkjes, Dion Goorman en Joppe Konijnenbelt. Voor SWR IJsselklasse hebben we nog Noeit Melissen. En voor SWR Woepers hebben we Roan Leenders. Succes! Kijk, jongens, als je een hele goede lichting rijdt, dan gaan ze ook kijken, die is kort afpakken. Een hele goede stap vanuit het middenlijf. Dan Roan Leenders, hoor. Ja hoor, hij zet even het gaspedaal open en hij is vertrokken. En wie neemt hij met zich mee? Het lijkt gewoon al te zijn. En dan zien we Joppe Konijnenbelt pas op nummer 3 rijden. Het zat een van de grotere kanten hebben. Ze die rijden nog 4. Ik zie de start nummer 2-2-2. En ik goed zie Loris Rekker. Inderdaad, Loris Rekker op 2. Daar is Joppe Konijnenbelt helemaal verkeerd in dat zachte zand. En lijkt dan gewoon al 2. Of gaat hij nog ergens aan, want je kan hem kort pakken bij Roan Leenders. En nog altijd Leenders is op positie nummer 1. En hij rijdt heel erg sterk hier in de finale. Ik zie het gat wat hij geslagen heeft in deze sterke klasse. En dan komt Joppe Konijnenbelt nog aan. Hij gaat toch proberen om Goorman voorbij te komen. Ja, Goorman wordt helemaal stil op de laatste. Is hij even een slecht stuk van de baan gepakt. Hij had ook positie nummer 3 te verliezen aan de 9-4-0. Dan gaan we verder met de jongen.